Breda Nu. Je weet het meteen. Het Stedelijk Museum Breda bestaat 1 jaar. De Rode Loper werd, figuurlijk, uitgelegd. En bezoekers konden op deze feestdag gratis naar binnen. Ook wij kregen een rondleiding. Vandaag bestaan wij maar liefst 1 jaar. Dus wij vieren vandaag ons 1-jarig bestaan. Het is zo snel voorbij gegaan. En dit is het jongste stadsmuseum van Nederland, Stedelijk Museum Breda. En het museum is voortgekomen uit het voormalig Breda's Museum. Dat veel meer het accent had op Breda's erfgoed en op de stadsgeschiedenis. En dat is samen opgegaan met MOTI, Museum of the Image. En dat was meer het museum voor beeldcultuur en hedendaagse kunst. En dat is opgegaan samen in dit hele nieuwe museum. Met nieuwe spannende verhalen en verbindingen over Breda. En wat valt er vandaag te beleven hier? Van alles. Rondleidingen van museumgidsen, museumdocenten. Die jou gidsen op zaal bij True Beauty. En True Beauty is een hele aparte tentoonstelling die net op de grens van kunst en wetenschap zit. En daarnaast kun je hier een aantal highlights vanuit onze collectie bewonderen. Ook met de rondleidingen. Voor de jongsten onder ons kun je gebruik maken van een kleurwedstrijd. Je kunt gaan kleuren. Je kunt namelijk dit oudste stadsgezicht wat je hier achter mij ziet, zo zag Breda eruit anno 1500. Dat kun je dus kleuren. En de winnaar komt ook naast dit oudste stadsgezicht te hangen op zaal. Dus dat is ook wel uniek. En daarnaast hebben we jazzconcerten, silent disco. Dus er is hier van alles te doen vandaag. Breda Nu. Je weet het meteen.